Welkom bij deze bijeenkomst over de ECB en jij, georganiseerd door de European Citizens Bank Initiative. We hebben vier sprekers, die gaan zo allemaal een pitch houden. Jasper Luckese, verbonden aan de Universiteit Utrecht en ook hoofdredacteur bij Economenblad ESB. Saram Murawski van het Sustainable Finance Lab, SOMO en Transnational Institute. Dan hebben we Jens van het Klooster, die verbonden is aan de Katholieke Universiteit van Leuven en de Universiteit van Amsterdam. En Martijn van der Linden van de Hogeschool Den Haag en voorzitter van Stichting Ons Geld. Zij gaan zo allemaal een pitch houden over een van de vier onderwerpen die allemaal te maken hebben met het monetair beleid van de Europese Centrale Bank en wat dat betekent ook voor ons als Europese burgers in het dagelijks leven. Wat we zouden kunnen veranderen aan dit systeem en hoe het allemaal beter kan. Die pitches komen er zo aan. Mijn naam is Thomas Wolle. Ik ben financieel journalist bij Follow the Money. En ik schrijf veel over dit onderwerp. En ik heb de eer om vandaag deze bijeenkomst te mogen leiden. En na de pitches gaan we ook uiteen in allemaal break-up sessies. En dan gaan we over die thema's gaan we verder praten en de diepte in. En ik wil nu eerst het woord geven aan Vicky van Eyck van Positive Money Europe. En die kan jullie wat meer vertellen over het European Citizens Bank Initiatief. En mogen wat dingen toelichten die ik misschien vergeten ben te vertellen nu tijdens deze opening. En dan gaan we daarna door met de andere sprekers. Goed, Vicky, aan jou het woord. Ja, dankjewel Thomas. Ik ga direct mijn scherm delen. Zien jullie mijn scherm, Thomas? Ja. Goed, perfect. Ja, goedemiddag iedereen en van harte welkom. Ik ben heel gelukkig om zoveel mensen te zien. Mijn naam is Vicky van Eyck en ik ben Finance Operations Manager en ook Head of Campaigns bij Positive Money Europe. En ik ben ook de Campaign Manager van dus European Citizens Bank Initiatief. Dus Positive Money Europe is een organisatie zonder winstoogmerk die pleit voor het verbeteren van het geldstelsel, zodat het meer rechtvaardig, duurzaam en democratische economie ondersteunt. Dit doen we door advocacy, research en campaigning over de activiteiten van de Europese Centrale Bank. Dus dat is de centrale bank van de 19 eurozone landen. Als onderdeel van ons werk om het monetair systeem en de economie meer democratisch te maken, hebben we dus het European Citizens Bank Initiatief gelanceerd met de cofinanciering. Ik moet mijn slide veranderen. Met cofinanciering van de Europe for Citizens programma van de Europese Commissie. Dat is dus een programma die burgerparticipatie op niveau van de Europese Unie wilt bevorderen. En financiering van Open Society Foundations, die vooral maatschappelijke organisaties financieren, die mensen een stem willen geven in de beslissingen die hen raken, zoals de beslissingen van de Europese Centrale Bank. We werken samen met ons partner Party Cities. Dat is een Belgische organisatie die burgerparticipatie gespecialiseerd is in burgerparticipatie te bevorderen. En finally, in Nederland werken we samen met Our New Economy. Dat is een organisatie zonder winstoogmerk die pleit voor een economie die de goede levens voor iedereen binnen de ecologische grenzen van de aarde realiseert. Nu, wat is dus het European Citizens Bank Initiatief? Het is een initiatief die mensen bewust willen maken van het huidige monetair systeem. Waarom? Ik ga hier een filmpje lanceren die dat heel prachtig en helder gaat uitleggen. Thank you.
Dus wat is het European Citizens Bank initiatief concreet gezien? Het is dus een online digitale platform en een instrument voor burgerparticipatie, in de zin dat we mensen in staat willen stellen om echt over het huidige monetair systeem te spreken. Daarom geven we educatiemateriaal op het platform, die op een pedagogische manier uitlegt hoe dat het huidige monetair systeem werkt en ook de hot topics rond het monetair beleid van de Europese Centrale Bank vandaag. We geven ze ook de middelen om die educatiemateriaal en die thema's te bespreken, ofwel via het platform, maar ook via evenementen zoals vandaag, de webinar van vandaag. Natuurlijk willen we ook dat burgers zelf voorstellen maken voor de Europese Centrale Bank. Dit kan ook via het platform, maar het kan vooral via ons burgerraad, die op 2 en 3 oktober zal plaatsvinden. Tijdens het burgerraad gaan we samen met professionele begeleiders en andere burgers voorstellen maken voor de Europese Centrale Bank, die dan door 2 burgers van elk land, van de 5 landen, gepresenteerd worden aan leden van het Europees Parlement in oktober op 25 oktober. Waarom de leden van het Europees Parlement? Omdat vandaag het Europees Parlement de enigste instelling is die overzicht uitvoert over de Europese Centrale Bank. Inschrijving voor het burgerraad kan via link dat mijn collega Nina ook nu in de chat gaat zetten. Je kan je inschrijven tot en met 23 september. En zoals ik al gezegd heb, maak je dan kans om de voorstellen zelf te presenteren aan leden van het Europees Parlement eind oktober. Ik geef hier graag terug het woord aan Thomas en aan de sprekers. En dank je. Goed, dankjewel Tiki. Laten we gewoon meteen doorgaan met het programma, want we hebben een heleboel sprekers. En we gaan beginnen met Jasper Lukeze, die een korte introductie gaat geven op wat monetair beleid is en hoe dat nu wordt uitgevoerd. Een hele korte introductie en daarna een pitch van het thema van zijn break-up groep. En dan gaan we door naar de andere sprekers om ook even die pitch te geven, zodat iedereen ook kan bedenken in welke sessie die graag mee wil praten. Jasper, aan jou het woord. Ja, dankjewel. Dan is dus een pitch beloofd en dan krijg je een introductie, want dan zit hier iemand die dan een soort van academicus is die het nog 1 keer uit wil leggen. Maar ik denk dat het toch even nuttig is om een paar dingen aan te stippen, omdat simpelweg niet iedereen hetzelfde kennisbeeld zal hebben. En voor sommige mensen is het gewoon gesneden koek. En voor andere mensen zijn misschien bepaalde dingen nieuw. Dus vergeef me als ik dingen vertel die je al lang weet. Gebruik dat dan vooral om er even over na te denken of het wel zo logisch is wat ik vertel. Komt-ie. Ga ik mijn scherm delen. Even kijken. Gaat dit goed? Thomas, ik kijk even naar jou. Ben ik mijn scherm aan het delen? Gaat helemaal goed. Het gaat om input geven op de centrale bank, het beleid van de centrale bank. Dus een beetje open deur, maar wat is de centrale bank? De centrale bank is een overheidsorganisatie en toch niet. Over het algemeen zien we de centrale bank als onderdeel van de overheid. Er voert ook een taak uit van de overheid, zorgt dat er geld dat er geld is, dat geld is de hoede van ons geld. Zorgt dat de economie niet oververhit of onderverhit. Door het voeren van monetair beleid. Maar het is ook weer geen overheidsorganisatie, want het is in juridische zin een commerciële bank zonder winstdoelstelling, wiens aandelen in eigendom zijn van de Europese overheden. Dus het zijn niet echt ambtenaren die er werken, het zijn bankiers, maar wel bankiers met een publieke taak. De centrale bank handelt heel weinig direct met burgers. De centrale bank handelt eigenlijk altijd via en met intermediairs. Dat zijn de commerciële banken, dat zijn in beperkte mate de overheden. En het takenpakket van de centrale bank is best wel veranderd, omdat de manier waarop we met geld omgaan best wel veranderd is. Vroeger gingen er gewoon grote hoeveelheden geld werden er letterlijk gedrukt. Die werden verscheept, die werden geteld, dat werd bewaakt. En dat was gewoon heel veel werk dat secuur moest gebeuren. Dus dan krijg je een hele bureaucratische organisatie. Tegenwoordig is dat allemaal digitaal, dus heb je gewoon mensen nodig die digitale systemen kunnen bouwen en kunnen onderhouden en goed kunnen begrijpen. En de monetaire uitdagingen zijn ook gewoon echt wel anders geworden. Traditioneel rentebeleid werkt niet meer, dus
Je hebt gewoon wat creatievere mensen nodig. En dat zie je aan de cultuur van centrale banken die wat opener zijn. En dat zie je ook aan de ECB die nu ook wel oproept tot input. En ook zelf dit soort sessies georganiseerd heeft. In verschillende landen. Nou, de ECB is een hele bijzondere centrale bank. Want het is niet de centrale bank van één land. Normaal heeft één land de centrale bank. In Nederland hebben we de Nederlandse bank. In Duitsland hebben ze de Bundesbank. In Groot-Brittannië hebben ze de Bank of England. In de Verenigde Staten hebben ze de Federal Reserve, et cetera. Maar in Europa en de Europese Muntunie hebben één bank, de Europese Centrale Bank. Met eigenlijk op dit moment de facto een aantal afdelingen. Dat zijn de nationale centrale banken. Dat heeft best wel een ontstaansgeschiedenis gehad. Eigenlijk al sinds 1992, toen is in Maastricht besloten dat er in Europa een gezamenlijke munt kwam. Dat was een beetje een uitruil. Hè, want Duitsland was een hele dominante economie in Europa. En de Duitse munt, de Deutsche Mark, bepaalde wat andere landen monetair moesten doen. Dus met name ook Frankrijk zei, erg leuk. Op dat moment was de politieke deal, Duitsland mag één land worden met Oost-Duitsland. Maar dan komt er een gezamenlijke munt. Dat was een beetje de deal die ze hadden gesloten. Die is er ook gekomen. En het was ook het idee dat je, als je één munt hebt, dan wordt het makkelijker om met elkaar handel te drijven. De transactiekosten nemen af, want je hoeft niet meer geld te wisselen. Je kunt makkelijker prijzen vergelijken. Dus het wordt veel meer één Unie, één Europese Unie. En de hoop was ook in Zuid-Europa, en dat is eigenlijk ook best wel goed gelukt, dat de prijzen daar stabieler zouden zijn. Zuid-Europa kende best veel inflatie. En dat is eigenlijk na de invoering van de euro er niet meer van gekomen. In die mate waarin ze dat daarvoor hebben gehad. En ze hebben allerlei andere problemen gehad, maar dat probleem niet meer. Vanaf dat besluit genomen is, duurde het nog even voordat duidelijk was welke landen dat nou gingen doen. En vanaf 1999 hebben we eigenlijk de facto de euro in praktische zin. In 2002 werd die dan in fysieke zin ingevoerd, maar dat is meer gewoon de muntjes. Daarvoor bestond die eigenlijk al en zaten we er eigenlijk al in. En als veel mensen kijken naar hoe doet de ECB het nou, dan is het nou, hoe heeft ze het nou gedaan als de hoeder van de munt? En dan kijk je naar hoe stabiel zijn de prijzen eigenlijk geweest. Want als de prijzen heel hard op en neer gaan, als alles het ene moment veel duurder, het andere moment veel goedkoper wordt, dan doet dat centrale bank eigenlijk niet zo goed. Want dan creëer je geen omgeving waarin mensen op een stabiele manier hun eigen leven kunnen plannen en bedrijven zaken kunnen doen. En de korte samenvatting is dat eigenlijk heel redelijk gelukt is. De paarse lijn is de inflatiedoelstelling zoals de ECB die voor zichzelf gezet heeft. Dat is iets van beneden, maar dicht bij de 2%. En de rode lijn is wat er daadwerkelijk geleverd is. En ja, je ziet inderdaad de financiële crisis terug. Je ziet de nasleep van de tweede dip in Europa terug. Je ziet het begin van de coronacrisis terug. Dus er wordt wel van die lijn afgeweken. Maar over het algemeen schommelt het rond die lijn. Het is redelijk stabiel. Het is wel niet helemaal vanzelf gegaan. Vanaf 2008 wordt er eigenlijk geen gewoon monetair beleid meer gevoerd, maar buitengewoon monetair beleid. Dat betekent dat niet de centrale bank de rente zet, om de inflatie te beïnvloeden, maar de geldhoeveelheid in de economie vergroot en verkleint door opkoopoperaties, door onder voordeligere tarieven aan banken te lenen. Dat zijn allemaal bijzondere dingen. Daar hebben ze een hele afkortingen letter alfabet soep voor. Unlimited allotment was het eerste. En inmiddels hebben we de Pandemic Emergency Purchase Program, wat toch een stuk activistischer klinkt dan Unlimited allotment. Of de Security Market Program. Anyway, dit zijn allemaal namen van programma's die ze hebben. Daar zit achter ieder van deze afkortingen zitten miljarden. En tegelijkertijd heeft de ECB ook de afgelopen jaren allerlei extra taken op zich gekregen. En daarom is denk ik deze strategieherziening en deze input sessie erg nuttig. En de ECB heeft die taken deels heel bewust op zich genomen en deels gewoon zichzelf door die taken door de politici in de schoenen laten schuiven. Want meer dan wie ook is de Europese Centrale Bank afhankelijk van het voortbestaan van de muntunie en succes van Europa. Als de Europese Unie, hè, op wat voor manier dan ook, of de muntunie op wat voor manier dan ook uit elkaar valt, dan heeft waarschijnlijk Mark Rutte nog steeds een baan. Maar de president van de Europese Centrale Bank niet meer. Dus de ECB is wel bereid om extra stappen te zetten om die muntunie te redden.
En als je dan een crisis hebt in de muntunie, de schuldencrisis, de financiële crisis, dan zie je dat de ECB taken naar zich toe trekt. En sinds 2010 zijn ze betrokken bij het toezicht op probleemlanden, Griekenland, Portugal, Ierland, etc. In 2012 beloofden ze ook echt Zuid-Europa te redden. In 2014 hebben ze het bankentoezicht naar zich toegetrokken. Inmiddels denken ze voorzichtig aan na over vergroening van de financiële sector, vergroening van het monetair beleid. Lopen er in verschillende landen ideeën om met digitale munten iets te gaan doen? Zijn ze ook echt de geldhoeveelheid in veel verdere mate gaan vooruit dan dat ze daarvoor deden? Ze zetten steeds extra stappen. En dat leidt eigenlijk wel tot gewoon problemen in de bestuurbaarheid. Want centrale bankiers zijn per definitie ongekozen. Die worden gewoon benoemd door de regering eigenlijk. Dus ze zijn ongekozen technocraten. Maar die moeten wel die keuzes maken tussen die verschillende afwegingen. Als je nou één ding... Als je een heel duidelijk doel hebt, dan kun je dat aan een technocraat geven. Die gaat dat dan gewoon uitvoeren. Maar als je moet kiezen tussen verschillende doelen... dan wil je dat misschien toch wel door een politicus laten doen die je weg kunt sturen. En niet door een technocraat die dan die afweging moet maken en die dat dan niet goed hoeft uit te leggen. Dus daar zit gewoon spanning. En de ECB kan dat probleem zelf niet oplossen, want die hebben gewoon die taken allemaal gekregen. Die moeten die uitvoeren. Dit soort projecten helpt dan enorm om hun een idee te geven op welke fronten ze nou goed en verkeerd bezig zijn, hoe ze die balans zetten. Lost natuurlijk het grote probleem niet op of al die taken wel terecht zijn, maar het helpt wel. Even kijken, ik ga niks over dit plaatje zeggen, dat is van een andere keer. Er zijn ook een hele serie economische problemen de afgelopen tijd die door dat bijzondere monetaire beleid opgekomen zijn. Hè? Dus de reële economie komt toch relatief slecht van de grond, vinden sommige mensen nog steeds. Doordat de Europese Centrale Bank zo ruim monetair beleid voert, hoeven landen niet echt op hun huishoudboekje te letten. Dat vinden sommige economen kwalijk en een hoop Nederlanders ook. Met name in Zuid-Europa lost zich dan daar structurele problemen niet op. Tegelijkertijd, door het ruime monetaire beleid, gaan allerlei beleggers op zoek naar rendement en gaan er heel veel geld in aandelenmarkten, in huizen, in bitcoin, in grondstoffen, et cetera. Wat ook weer economische instabiliteit met zich meebrengt. Dus de vraag of de ECB nou wel zo goed bezig is, of er nou wel niet, als ze niet bij moet sturen en niet misschien een aantal fundamentele keuzes moeten maken, daar gaan we het denk ik. Jullie gaan het daar later in het burgerberaad over hebben, maar daar gaan we ook vier sessies over hebben. De vier sessies gaan eigenlijk over de volgende vier onderwerpen. Ik ga het zelf hebben over geld direct aan burgers geven. Dat heet helikoptergeld. Daar heb ik ook een plaatje toegevoegd van een helikopter waar geld uitvalt. En het idee is eigenlijk, als de ECB zijn beleid niet goed kan doen omdat de bankensector dysfunctioneert, waarom slaan we dan de banken niet over? En in plaats van dat de ECB geld aan banken uitleent, waarom geven we dat dan niet aan burgers? Nou, van alles en op. En nog wat voor en tegen, maar als u zegt, kan de ECB mij geen geld geven, kom dan vooral naar mijn sessie. Dan geeft Sarah een sessie over geld direct aan de overheden geven, monetaire financiering en het begrotingsbeleid. Ze gaat dat straks allemaal beter uitleggen. Maar deze meneer of mevrouw, dat kan ik niet goed zien, dit is van vorige gefotografeerde rechter van het Duitse Constitutionele Hof, is daar helemaal mee oneens. Martijn die gaat iets vertellen over het... uitgeven van digitaal centrale bankgeld of de munt niet veel meer digitaal moet worden, welke voor- en nadelen dat zou kunnen hebben. En Jens tenslotte gaat over de vergroening van het monetair beleid hebben en de klimaatuitdaging. Maar goed, jullie willen natuurlijk geld, dus als je geld wil, dan moet je naar geld direct aan burgers uitgeven. Dat is mijn sessie. Thomas. Goed, dankjewel Jasper, duidelijk. Daar gaan we het zo verder over hebben, het geld direct naar de burgers. Dan wil ik nu het woord aan Sarah geven om ook even een korte pitch te geven van 5 minuten over de sessie over begrotingsbeleid. Yes, hartstikke bedankt. En fantastisch dat we hier met zo'n gigantische groep zitten om over dit soort thema's te praten op een zonnige vrijdagmiddag. Dat doet mij erg veel deugd. Ik ben Sarah, ik werk onder andere bij het Sustainable Finance Lab en daar werk ik aan een project over Europees begrotingsbeleid. Ik ga het vandaag niet zozeer hebben over geld geven aan overheden, maar ik ga het wel hebben over de relatie tussen de overheid enerzijds en de centrale bank anderzijds. Dus tussen het begrotingsbeleid en tussen het monetair beleid.
En misschien klinkt dat als een vreemde eend in de bijt. Waarom gaat het hier over begrotingsbeleid? Maar zoals Jasper al zei, zijn centrale banken ook voor hun taakuitvoering heel afhankelijk van wat overheden doen. Dus daarom Europees begrotingsbeleid. En hoe zat dat ook alweer? Nou, begrotingsbeleid in de EU gaat over de coördinatie tussen het begrotingsbeleid van lidstaten. En het gaat ook over de convergentie in de EU. Want we hebben een Unie met zeer verschillende landen. En het doel van de Unie was onder andere om die landen ook economisch dichter bij elkaar te brengen. En juist ook de euro had daaraan moeten bijdragen. Of dat gebeurd is of niet, is zeer discutabel. Ik denk dat we daar momenteel nog niet zijn en dat er nog heel veel moet gebeuren. Maar dat begrotingsbeleid in ieder geval wordt steeds meer gecoördineerd. Dat hebben we ook gezien in de Europese crisis, de financiële Europese crisis. En uiteindelijk is daarvan ook de bedoeling dat er meer economische en sociale vooruitgang aan de EU en haar burgers ten deel valt. En waarom zijn die regels nou zo belangrijk voor die doelstellingen? Nou, ze zijn bepalend voor het begrotingsbeleid van overheden. Dus hoeveel je mag uitgeven, maar ook bijvoorbeeld hoe hoog je schuld mag zijn of je begrotingstekort. En dat zijn misschien wel cijfers die jullie kennen, hè? De 3% begrotingstekortnorm en de 60% staatsschuldennorm. Landen worden er aangehouden, of ze worden geacht zich aan die regels te houden in hun begrotingsbeleid. Nou, in de eurocrisis hebben we denk ik gezien dat het blind staren op deze regels en heel hard bezuinigingspakketten er doorheen jassen landen heel veel schade heeft toegebracht. Wat bijvoorbeeld gebeurd is, terwijl het economisch al niet zo goed ging, is nog eens extra bezuinigd en dat heeft de crisis verdiept. Dus ik denk dat we ook moeten stilstaan vandaag bij de lessen uit de eurocrisis. Maar sindsdien is er natuurlijk nog een crisis gekomen, namelijk de coronacrisis. En daar is ook weer van alles gebeurd. Onder andere een herstelfonds van 750 miljard. En wat heel bijzonder is, die begrotingsregels, bijvoorbeeld die 63%, die zijn tijdelijk tussen haakjes geplaatst. De vraag is, worden die straks weer geactiveerd? Dat zou dan bijvoorbeeld in 2023 gebeuren. Of moeten we toe naar een nieuw begrotingsraamwerk? Moeten we kijken naar welke regels misschien beter werken om die doelen van de Europese Unie, dus onder andere die convergentie tussen de landen, het verkleinen van de ongelijkheid, om dat dichterbij te brengen. En daarover wordt komend najaar een debat gevoerd in de EU. Dus de commissie is al bezig met het opstarten van een debat over de herziening van de begrotingsregels. En ook burgers en organisaties kunnen daaraan bijdragen. Ik denk dat het heel belangrijk is, omdat overheden nu heel veel geld uitgeven. Deels inderdaad gesteund door de centrale bank en hun beleid. En er gaat straks waarschijnlijk enorme druk ontstaan om te bezuinigen. Want we zeggen die regels, je mag niet een te groot begrotingstekort hebben en je staatsschuld mag ook niet te veel oplopen. Dat gebeurt nu wel. Dus als de economie straks weer draait, dat gaat in sommige landen al best wel goed, in andere nog wat minder. Dan komt er straks druk om te bezuinigen. En nu wilden we stilstaan bij de lessen van de crisis, namelijk niet opnieuw hard op de rem als het weer ietsje beter gaat. Een belangrijke les denk ik van deze en ook de vorige crisis is dat begrotingsbeleid en monetair beleid elkaar beïnvloeden en elkaar nodig hebben. En ze kunnen elkaar versterken of ondermijnen. Ik denk bijvoorbeeld dat we nu zien dat verruimend monetair beleid en lage rente heel goed uitkomt voor overheden. Wat betekent dat ze dus goedkoop geld kunnen lenen en flink kunnen investeren. Ook onderweg naar die duurzame energietransitie. Dus dat is een voorbeeld van hoe coördinatie dus goed werkt. Maar we zijn er nog niet, want er is nog heel veel divergentie in de Unie. We zijn ook nog geen begrotingsunie, politieke unie, wat Jasper net zei. Dat was aanvankelijk wel een doel, dus er moeten wel stappen gezet worden als we daarmee verder willen, denk ik. En dan is inderdaad de vraag, wat is er nodig? Nou, daarover komt nu het debat in de EU. Die begrotingsregels die er zijn, die willen we met z'n allen gaan aanpassen. En sommige landen zeggen, nou, niet te veel aanpassing. We willen gewoon versimpeling. En voor de rest zijn die regels eigenlijk goed. Alleen ze moeten worden nageleefd. En er moeten ook bijvoorbeeld handhaving zijn, sancties. Nederland is een land dat lang heeft beweerd tot op heden. Maar dat gaan we wellicht wel veranderen. Maar er is nu ook dat fonds, het herstelfonds. Dat zou je bijvoorbeeld permanent kunnen maken. Om ervoor te zorgen dat landen in ruil voor bepaalde hervormingen die bijdragen aan bijvoorbeeld duurzame ontwikkeling en het creëren van werkgelegenheid, dat ze ook gewoon geld daarvoor krijgen om die investeringen te plegen. Want momenteel is dat voor veel landen heel lastig. Nou, je kan het überhaupt ook hebben over wat is nou het doel van je begrotingsbeleid. Er liggen al voorstellen op tafel van een Duitse denktank, die heet Deze naar de Toekomst. Die zeggen, nou, begrotingsbeleid moet eigenlijk helemaal gaan over het sturen op volledige benutting van je economie en werkgelegenheid creëren. En laten het sturen op schuld en houdbare overheidsfinanciën, maar over aan centrale banken. Dat is denk ik een heel interessant voorstel.
Ik denk vandaag is het belangrijk om het hierover te hebben, omdat Nederland een heel belangrijke speler is. Wat ik eerder al zei, tot op heden hebben we ons als een vrekkig land opgesteld. Dat wil zeggen, we hebben eigenlijk tegen heel veel landen gezegd, nou, jullie moeten echt gaan hervormen als je het geld wil krijgen van de EU wat je nodig hebt. Je moet vooral letten op begrotingsdiscipline en niet veel flexibiliteit, want anders krijg je politici die er aan de haal gaan met het begrotingsbeleid. En ik denk dat die positie op den duur wel onhoudbaar is gebleken, ook omdat bijvoorbeeld Duitsland dat Europese fonds, herstelfonds heeft gesteund en dat Nederland niet echt zien aankomen. En Duitsland oriënteert zich natuurlijk heel erg op het bij elkaar houden van de EU en van de landen. En dat zet natuurlijk ook alweer druk op landen die zich wat meer terughoudend hebben opgesteld, zoals Nederland. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe het debat zich gaat ontwikkelen in Nederland. Wij vanuit Sustainable Finance Lab willen daar ook weer een bijdrage aan leveren. Maar ik roep jullie ook allemaal op om je in dat debat te verdiepen. En te kijken wat jij denkt dat nodig is voor begrotingsbeleid dat inderdaad bijdraagt aan stabiele economieën in de EU. En ook meer convergentie die natuurlijk beloofd is met de euro, maar nooit gekomen is. En daarover wil ik het gaan hebben in mijn breakout room vandaag. Goed, dankjewel Sarah. Dan gaan we door naar Jens van Klooster. Kun jij wat vertellen over de verduurzaming van het Europese Centrale Bankbeleid, Jens? Ja, zeker. Ik heb één slide. Begin ik even mee, want dat is ook het begin van mijn verhaal straks. En dat is voor een deel wat Jasper al gezegd heeft, is dat we eigenlijk met de ECB met een model zitten van hoe de centrale bank moet werken, dat helemaal niet meer werkt. Dat beleid heeft drie uitgangspunten. Het eerste is de zogenaamde Tinbergenregel, namelijk er is één doel, prijsstabiliteit, en één middel om dat te bereiken, namelijk de rente. Tweede is dat de centrale bank helemaal onafhankelijk is van alle andere instituties en zelf beslissingen maakt. En het derde punt is dat beleid niet coördineert met andere instanties. Nou, en dat heeft de afgelopen jaren tot crisis na crisis geleid. In eerste instantie betekent dat het ECB eigenlijk heel weinig deed aan het bankentoezicht. De bankencrisis van 2008 betekent dat de ECB weinig deed met staatsschulden. Dat leidde tot de eurozone-crisis. En waar ik het over ga hebben is het klimaat. Opnieuw, ECB heeft heel lang klimaatbeleid beschouwd als iets wat echt helemaal aan de lidstaten over moet worden gelaten. En dat heeft ertoe geleid dat de Europese financiële markten echt één walhalla van goedkope financiering voor de fossiele industrie, voor onduurzame bedrijfsmodellen is geworden. Dus die oude uitgangspunten, die nu nog helemaal vast liggen in de verdragen, daarvan kun je om allerlei redenen denken, dat werkt eigenlijk niet meer. Maar het is heel lastig om te bedenken hoe dan wel vooruit te gaan. Dus ik wil het specifiek gaan hebben over het klimaat, over de manier waarop de ECB daar veel meer kan doen om te zorgen dat het niet zo makkelijk is om helemaal onduurzame projecten te financieren. Maar zoals Jasper ook al aangestipt heeft, het is niet zo duidelijk dat een technocratische instelling die niet een democratisch mandaat heeft, zomaar al die dingen gaan beslissen. Nou, dat is de uitdaging. En ik denk dat daar heel veel verschillende oplossingen voor nodig zijn. Er is niet één oplossing die alles in één keer gaat doen, maar zoals in goede Europese traditie, als we een beetje aanrommelen en op allerlei verschillende manieren de doelstellingen van het monetaire beleid herdenken, ook de instrumenten, als we ook onafhankelijkheid misschien op een andere manier interpreteren dan dat we dat nu doen, en meer ruimte maken voor coördinatie, dan wordt het wel mogelijk om de ECB een cruciale rol te laten spelen in het klimaatbeleid. En ik hoop daar misschien sommige van de deelnemers van te overtuigen. Ik heb vooral heel veel zin in om hierover in discussie te gaan. Dankjewel Jens. Ik heb je nog nooit zo uitgesproken horen zeggen dat het beleid niet werkt en dat we daardoor van crisis naar crisis gaan. Dus, lijkt mij vanzelfsprekend. Iedereen die de afgelopen 15 jaar opgelet heeft, zal die mening in meer of mindere mate zijn toegedaan. Mooi. Goed, dan wil ik het woord geven aan Martijn van der Linden om te hebben over de digitale euro uitgegeven
door een centrale bank? Of wellicht zitten daar ook nog wat nuances in? Martijn, aan jou het woord. Zeker, dankjewel. Thomas, goedemiddag allemaal. Ik ga toch even een paar sheets tonen. De digitale euro, daar ga ik dadelijk dus eens over vertellen. En ik ben hier ook eerder te gast geweest bij een seminar op 15 juni. Toen heb ik een presentatie gegeven over veilig geld. En die conclusies, die las ik van de week. Ik denk, dat is eigenlijk wel aardig om mee te beginnen. Dan zit er ook een soort logica in deze serie. En de conclusie was eigenlijk, er is eigenlijk geen consensus, hè, over of de digitale euro nu nodig is en welk probleem die nu eigenlijk oplost. En ik denk dat van een systeemperspectief, je kunt de digitale euro zien als een stapje binnen het bestaande systeem, om het bestaande systeem te bestendigen. Maar ook als een stap naar een ander systeem toe. En ik denk dat de andere sprekers het ook al hebben benadrukt. Het is dus heel erg een politiek vraagstuk. Daar ben ik het eigenlijk helemaal mee eens. In het geval van digitale euro betreft uit de marktordening. Het is niet alleen iets technocratisch, maar het heeft vergaande gevolgen voor het functioneren van de hele economie. En dus dat veilig, dat hangt heel erg veel van designkeuzes af. En ik ben een proefschrift aan het afronden over het design van het monetair financieel systeem in het digitale tijdperk. En ik denk dat heel veel van die vragen die ik daarin probeer te beantwoorden ook relevant zijn voor deze discussie over de digitale euro. En ik denk dat het interessant is om toch de grote steenvraag te stellen, zeg maar, wat willen we nu eigenlijk op lange termijn en welk problemen willen we oplossen? Jens zei al, er zijn verschillende oplossingsrichtingen, maar er zijn denk ik ook verschillende problemen die aangepakt moeten worden. En omdat er verschillende probleemanalyses zijn, bepleiten mensen ook verschillende oplossingen. Dus wat ik dadelijk in mijn sessie wil doen, is vier dingen. Ik wil het kort hebben over die verschillende probleemanalyses. Dus ik heb voor mijn proefschrift een hele hoop mensen geïnterviewd. 29 mensen uit de centrale bankierswereld, economen, mensen uit de fintechwereld, crypto-specialisten. En die hebben eigenlijk verschillende probleemanalyses. Omdat die probleemanalyses verschillen, bepleiten ze ook verschillende scenario's. En dan wil ik ingaan op een scenario waarvan ik zelf denk dat dat wenselijk is. En dat ook met ons geld hebben bepleit. En daarin ook ingaan op die kansen die digitale technologieën bieden. En tot slot, er zijn natuurlijk heel veel designkeuzes te maken. Als je zo'n digitale euro gaat invoeren. Ik heb er 9 geselecteerd. Het zijn ook voorwaarden, zo kun je ze ook denk ik zien. En die gaan er eigenlijk over, wanneer kan zo'n digitale euro nou succesvol zijn? Of wanneer gaan mensen zo'n digitale euro gebruiken? En dan kun je denken aan natuurlijk privacy. Dan kun je denken aan een limiet op de digitale euro, aan het monetair instrument, maar ook aan de splitsing tussen monetair beleid en het toezicht op die banken. Dus daar ga ik dadelijk op in. Dus ik hoop dat een aantal mensen hier ook over willen discussiëren zo. Goed, dankjewel Martijn. We hebben nu nog even om plenair een klein beetje discussie te voeren voorafgaand aan de breakout sessies. Ik heb een vraag als eerste voor Jasper. Jens die zei net, we gaan van crisis naar crisis. Eigenlijk één grote ramp, dat ECB-beleid. Dat is mijn samenvatting. En jij zei juist, het is best wel goed gelukt met de doelstellingen van de inflatie. Dus de ECB doet zijn werk eigenlijk uitstekend. Maar als ik dat grafiekje dan zie, het schommelt. Je kan zeggen, ja, het zit om en nabij de 2%, maar het ging ook onder de 0. Het gaat over de 4. Wanneer is het eigenlijk goed gelukt? En is het allemaal dan ook de verdienste van de ECB? Of weten ze eigenlijk, doen ze maar wat? En is het dan dat het lijntje vanzelf wel beweegt? Zou je daar nog iets meer over kunnen vertellen? Ja, twee dingen denk ik. Als eerste, dat je bepaalde doelen haalt, betekent natuurlijk niet dat je beleid een groot succes is. In de medische wereld bestaat het gezegde, operatie geslaagd, patiënt overleden. Dan was de ingreep een groot succes, maar dan heb je toch niet helemaal het doel behaald wat je had willen behalen. In dit geval denk ik, de ECB is natuurlijk, zit de waarheid ergens in het midden, want de ECB is natuurlijk ook gewoon opgericht om prijsstabiliteit te waarborgen, zoals iedere centrale bank, en dat doen ze eigenlijk best wel goed. Tegelijkertijd heeft de eurozone crisis na crisis. Hoe erg dat is, daar kun je een lange discussie over hebben. Maar dat is natuurlijk ook iets wat niet volledig aan de ECB te wijten is. Dat zit hem ook in de inrichting van het systeem en de rol die de ECB daarbij toebedeeld is. En als tweede,
Ik heb dat grafiekje laten zien, hè, met de 20 jaar inflatie in de eurozone. Als je dat vergelijkt met inflatie in bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk of in de Verenigde Staten in dezelfde periode, of je vergelijkt dat met de inflatie daarvoor, in de periode daarvoor in bijvoorbeeld Duitsland of Nederland, dan heeft de ECB het heel redelijk gedaan. Dan ziet dat er gewoon beter uit. De manier waarop ze die inflatie bevochten hebben met een hoop QE, dat leidt tot allerlei problemen. De inrichting van het systeem leidt tot allerlei problemen, maar dat is natuurlijk net iets anders. Jens, ik wil dan toch even bij jou de volgende vraag neerleggen. Want hoe, die prijsstabiliteit, wat Jasper zegt, dat is eigenlijk wel goed gelukt. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nee, maar ik ben het heel erg eens met wat Jasper net zei. De ECB heeft een bepaalde taakdoel toegewezen gekregen. Dat hebben ze duidelijk relatief goed gedaan. Maar het probleem is gewoon die hele opvatting van de centrale bank. Dat is niet in eerste instantie de schuld van de ECB zelf. De ECB heeft de ECB niet bedacht. Daarnaast denk ik dat het ook zo is dat prijsstabiliteit altijd al slechts één van de doelstellingen geweest is van centrale banken. Dus ook bankentoezicht, ook het ondersteunen van de staatsschuldenmarkt, ook industrieel beleid, dat zijn dingen die centrale banken al honderden jaren gedaan hebben. Prijsstabiliteit is in dat opzicht relatief nieuw. Dat is ook belangrijk en dat is ook een belangrijke overweging. Maar ik zou in eerste instantie zeggen, het is niet zozeer de ECB die nu de schuld is dat het niet lukt. De kwestie is, als je als politieke gemeenschap van de EU zegt, wij geven jullie de drukpers, het machtigste instrument dat we als gemeenschap hebben, en het enige wat je daarmee moet doen is prijsstabiliteit nastreven, ja, dan kun je verwachten dat je dan inderdaad steeds weer problemen tegenkomt die eigenlijk al geanticipeerd hadden moeten worden in dat mandaat. Nou, de oplossing daar is natuurlijk niet helemaal al die verdragen opnieuw schrijven. We moeten nu een beetje doormodderen en op zoek gaan naar een model dat wel werkt. Wat dat precies is, dat gaan we in de individuele sessies hopelijk ontdekken. Sarah, ik zie jou een kort knikken op bij de laatste woorden van Jens. Je had het over die communicerende vaten, hè? Monetair beleid, begrotingsbeleid. En dat daar nu ook normen worden losgelaten. Hoe zit dat politiek? Want Jens heeft het al over de verdragen. We hebben natuurlijk een aantal zaken in die verdragen vastgelegd. Daar hebben we afspraken over gemaakt. Maar eigenlijk zijn die afspraken die zijn te rigide om dit systeem overeind te houden als je je daar heel strak aan zou houden. Maar is dan op welke manier moet dan die verandering plaatsvinden? Want is het dan een politiek besluit wat eerst moet gebruiken? Of is het inderdaad wat Jens nu zegt, doormodderen en dan langzaam bewegen? En hoe staat dat dan in verhouding tot politieke invloed ook? Want dan zeg je toch ook een beetje dat die technocraten nu de regels mogen rekken zonder dat daar per se een democratisch besluit over is genomen. Is dat een lastig vraagstuk of is dat voor jou helemaal niet een issue? Nee, ik vind het een heel interessant vraagstuk. Het is ook een lastig vraagstuk natuurlijk. Ik denk dat de eurocrisis wel heeft laten zien dat doormodderen niet echt een goed idee is. Dus er zijn bepaalde stappen genomen destijds, ook als het gaat om meer coördinatie van het begrotingsbeleid van lidstaten, maar er is nog steeds heel veel divergentie. Ik bedoel, als je kijkt naar de werkloosheidscijfers, jeugdwerkloosheid in landen in het zuiden, maar ook hun capaciteit om überhaupt te investeren nu, om de klap van de crisis op te vangen, maar ook als het gaat om de duurzame energietransitie, dat is gewoon veel lager en slechter dan bijvoorbeeld in Nederland. Dat heeft denk ik mee te maken dat er dus weeffouten zaten in die euro. Dus het gaat er ook al een beetje om, wil je door met de euro of niet? En zo ja, dan zul je denk ik bepaalde stappen nog moeten zetten, want we zijn er nog lang niet. Als het gaat om de rol van de politiek, ja, om de vraag van Jens enigszins te beantwoorden, wie heeft de ECB bedacht? Nee, het is natuurlijk toch wel de politiek. Kijk, de politiek heeft het voor het zeggen als het gaat om verdragswijzigingen of verdragen
op een bepaalde manier interpreteren. Natuurlijk totdat er een nationaal of een Europees hof aan te pas komt. Daarover denk ik kunnen de monetaire experts hier zeer veel over zeggen. Maar uiteindelijk is het aan de politiek om te bepalen wat nou de rol is van monetair beleid. Maar ook om te bepalen wat het doel is van begrotingsbeleid. Wil je aansturen op houdbare overheidsfinanciën? Wil je vasthouden aan die regels van 60% en 3%? Vind je dat dat gewerkt heeft of niet? Of denk je van, nou, dat werkt eigenlijk niet zo heel goed. We hebben dat gezien in de eurocrisis. We hebben meer ondersteuning nodig voor het zuiden. En er is ook meer flexibiliteit nodig, zeker nu in tijden van crisis, om ervoor te zorgen dat noodzakelijke investeringen gepleegd worden. En dat zal absoluut een politiek debat worden. En je ziet nu al dat er verschillende smaken zijn in het debat. Dus bijvoorbeeld Nederland heeft vorige week met 7 gelijkgestemde landen een brief gestuurd aan de andere landen, waarin ze zeggen van, nou, wij staan open voor een gesprek. En vervolgens zeggen ze, ja, maar aan de regels moeten we niet echt tornen. Ze kunnen hooguit gesimplificeerd worden, maar niet te veel verandering, niet te veel flexibiliteit. Nu is de grap dat Nederland dat ziet als AD kopt met fantastisch, Nederland gaat praten over de regels. En misschien schrikken daar mensen wel van, omdat ze denken, oh jee, niet nog meer geld naar het zuiden. Maar Politico, dat is een heel belangrijk Brussels nieuwsmedium, kopte met Zuid-Europa voelt zich in de steek gelaten door het noorden. Wat nu? Dus de mensen worden wel geslepen, denk ik, ook met dit soort papers van, nou ja, 1 A4. En daarin toont zich heel erg, denk ik, de politiek en ook hoe gevoelig deze kwesties zijn. Dus ik denk dat het heel goed is dat we vandaag gaan hebben ook over de meer technische kanten van monetair beleid, van begrotingsbeleid. Maar ik denk dat we de politieke dimensie zeker niet moeten vergeten, want ja, voor mij staat die toch altijd centraal als het gaat om de keuzes die gemaakt moeten worden. Daarbij kan ik ook wel zeggen dat ik een politieke achtergrond heb, dus misschien heb ik ook een zekere bias daarin. Martijn, jij had het ook over de politiek, dat is ook al onderdeel van je proefschrift. De oplossing waar jij over gaat praten, die digitale euro, in hoeverre is daar dan ook politieke inspraak op? Want die ontwikkeling die lijkt heel erg juist recent opgestart vanuit die centrale bank. Is daar ook politieke inspraak op die ontwikkeling? Nou ja, je ziet inderdaad dat politici aan het wachten zijn op centrale bankiers. En dat is in mijn ogen inderdaad echt een kwalijke zaak. Politici zouden moeten zeggen welke doelen ze willen bereiken met die digitale euro. En dan zou de ECB het moeten uitvoeren. En hier is het eigenlijk andersom. De ECB en het DNB zijn eigenlijk zelf gaan denken, nou ja, wat kunnen wij met die digitale euro? Aan de ene kant is het natuurlijk goed dat ze zich erin verdiepen, maar de politici zijn wat mij betreft veel te afwachtend eigenlijk hierin. En ja, eigenlijk is dat iets wat je toch, dat is een patroon wat je al langer ziet, is dat waar politici vooral mee bezig zijn, is het in stand houden van het bestaande systeem. Na de financiële crisis zijn daar ook eigenlijk alle regels gericht op geweest. En een iets fundamentele debat of iets fundamentelere wijzigingen, die zijn zeer moeilijk uit te voeren politiek, blijkt keer op keer. Maar nu is misschien toch het geval met de opkomst van allerlei private betaalmiddelen dat men wel gaat moeten. Dus dat eigenlijk echt de druk op de ketel zet. En dat er nu ook vanuit de politieke actie wordt ondernomen, hopelijk.